Het is weer Double XP, dus Nuketown 24/7 is terug en we gaan daarom ook een potje daarop spelen om te kijken wat we kunnen gaan doen. Vergeet jullie niet een blauw duimpje omhoog achter te laten, dat helpt natuurlijk enorm. En laten we nu een potje gaan zoeken. Domination met de M8A7 moet best wel goed worden natuurlijk, want we hebben daar de headglitch waar we achter kunnen gaan staan. En hier een best wel goede headglitch waar we mensen mee kunnen gaan killen. De M8A7, zoals ik 2 video's geleden zei, is best nog wel een sterk wapen. Dus ga ik vandaag proberen te laten zien. In dit potje. Ik heb ook een beetje hoge schietzaam zoals je ziet. Ik heb de UAV GI unit en de mothership aanstaan. We gaan nu gewoon kijken of we deze kunnen halen. Het wordt moeilijk. Het is nuke dan natuurlijk. Maar als we een beetje geluk hebben, moet het mogelijk kunnen zijn. We zijn al een beetje op weg. We hebben onze UAV al binnen. Dat is nog wel een heel mager begin, maar dat maakt niet uit. Alles kan nog. Zeg nooit. We moeten nog 7 kills hebben de GI-unit. Laat me ook op zee komen, teammates. Oh, kut, net te laat. Shit. Oké, het is in ieder geval Domination. Dus dat duurt in het algemeen alweer iets langer. Kom naar buiten. Nee, hij loopt niet naar buiten. Hij is hier naar buiten gegaan, denk ik. Kijk, ik ben nu een beetje wat rustig aan het spelen. Moet die streak zo hebben. Oké, ik ga naar boven. 10-0 op dit moment, let's go. Oh mijn god, ik ben scheef. Oh mijn god, wat doe ik? Let's go, Chester, kom op. 3,5 keer ongeveer nog. Shit. Ik ben echt aan het stressen, jongen. Ik wil die streaks halen. Oh! Ik ben dood. Ah, oh, dit is echt zuur, jongen. Oké, we gaan niet meer zo rustig spelen. We gaan er nu gewoon dood uit inrennen. Om te kijken of we het dan gewoon zo kunnen halen. Want als we het easy gaan doen, dan gaat het juist niet lukken. Het is dubbel XP natuurlijk. Dus we moeten gewoon heel veel XP halen in het potje. Ik weet niet of jullie dit aan mijn hoofd zien, maar ik ben net wakker. Ik moet nog een video opnemen. Mijn moeder is dit weekend jarig. Ik ben gestunt. Ik denk dat ik jou niet zie liggen daar. In mijn rug. Oh, hij heeft een Silenced Gorgon. Hij killde me net ook. Silenced Gorgon is best wel overpowered namelijk. En ze hebben UAV. Ik heb geen ghost, dus daar hebben ze geluk mee, maar ja. Oh, jammer. Ik had nog 1 burst nodig, dan had hij dood geweest. Holy shit. Kijk, het jammer is nou dat we zo rustig hebben gespeeld dit eerste potje. Anders hadden we een stuk beter kunnen gaan. Hier met je Shiva. En we zijn met een Wraith? What the fuck? Daar weet ik niks van. Ik ben gestuk! Kut! Dat wil je echt nooit hebben, man. Dat is het kutste dat er kan gebeuren. Die grote is best dom, want hij komt nu zijn raid in. Terwijl het potje al bijna afgelopen is. Althans, de eerste ronde is bijna afgelopen. Oh, en die raid gaat achter mij omdat ik eerst sta. Dat is jammer. Oh shit, wordt gestunt. Ben jij slecht? Jezus, jij bent echt slecht. Kijk hoe scheef die gozer is. Tering. Holy shit, die gozer was echt scheef. Maar, de eerste ronde zit erop. 24-7 op dit moment. En ja, we moeten nog wel wat kills binnenslepen. Ik wil 50 plus halen. Maar ja, als we misschien onze streak kunnen halen, kunnen we wel wat hoger. Dat is niet natuurlijk mijn doel. En ja, hier ga ik dood door echt een retard manoeuvre van die gozer. Maar goed.
Daar gaan we het wel niet meer over hebben. Tweede ronde. We moeten zorgen dat we B hebben. Kunnen we even een beetje spawn trappen? Nou, Ben is dood gegaan net. Dus ik moet alles opnieuw halen. Ja, ga jij dood? Nee. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, man. Nee, iemand heeft raps. Dat is heel irritant, nu gaan die spawns echt kut worden. Are you kidding me? Ik ga echt op de raarste manier dood en mijn team heeft een GI-unit. Welke is dat? Ik heb geen idee wie dat is, maar GG, jongen. Hij heeft hem wel gehaald. Potje vol had ik ook een modder shit. Dus, ik ga nog wel een keer een video maken waar ik hem mee speel. Beloofd. Dan moet ik hem wel halen. What the? Oh my god. Kut raps. Motherfuckers. De reps zijn eigenlijk gewoon K9 units. Oh shit. Kom op, capture CC. We hebben weer 200 punten erbij, we hebben nog 10. Ze spannen hier. Nee, ze spannen naast me, wat is dit dan jongens? What the fuck? Nou. Wat een gekkigheid. Ga maar dood. Ah shit. Wat een gekkigheid dat ze opeens naast me spannen zeg. Jongen. Dat had ik echt niet verwacht. Nou, het zal wel mij liggen in ieder geval, maar ja. Er komen nog meer reps in de map. Ze spannen allemaal voor me. Het is zo kutte. Dat is kut als iemand. Dat is kut als iemand reps heeft. Hij verneukt gewoon direct heel die spans. Kijk, nu moet ik weer naar die andere kant lopen. Hij heeft ook nog een raid in de lucht. Dat belemmert de zaak ook nog eens. En deze overleeft even twee reps tegen zich aan. Ik had gewoon dus straks mijn ding moeten halen. Zo, zonder dat hij had gechoked. De spans weer aan die kant. FCC, mooi zo. En dan zitten ze binnen. Fuck. Kijk, ik ga die schrift niet meer halen, dit potje. We waren één keer heel erg close gekomen. Maar, oh shit. Eén keer heel close. Voor de rest, nergens in de buurt in ieder geval. Oh my god. We hebben wel bijna 50 plus. Nog 2 kills. Ik weet niet of dat lukt, denk ik wel. Moet daar zo. Heb ik mijn doel gehad in ieder geval. Ik kon hoog komen als ik met andere streaks had gespeeld. Als je met de lightning speelt, krijg je sowieso in, denk ik wel, 3 keer dat je streaks had meer kills, dus... ik heb net nog geen 50 plus gehaald ook. Maar ja, mocht je echt genoten hebben van deze video, laat je blauw duimpje omhoog. Achter hem natuurlijk denk ik wel wat XP gehaald. We kunnen er wel even op wachten. Maar, wat ik dus het jammere vind aan die raps, wat ik al zei, is dat ze de spawns zo erg verneuken. Want we hadden de A-vlag en... Hun hadden de C-vlag en hun spannen opeens op A. Dus dat is wel of andersom. Ik weet even niet meer hoe het ging precies. Maar dat was natuurlijk best wel irritant, vond ik. Maar we hebben natuurlijk wel bijna ons streaks gehaald. Bijna niet helemaal. We moesten nog toen 2 kills of zo. Dus ja, het is een beetje jammer. Volgende keer beter. Ik moet even wachten tot dit laatste scherm over is. Maar ik ga volgende keer... Gewoon spelen terwijl ik die mothership heb gehaald. Want ik wil hem een keer halen in live.
in een live video. Want het is echt een beest van een streak als je het goed kan gebruiken. Want soms kan je hem ook niet heel goed gebruiken. Dus ja, weet je. We zien het dadelijk over hoeveel apps we hebben gekregen. Even de spanning opbouwen. Ik denk sowieso wel 20.000. Dat moet wel. Ik heb ook een keer, gisteren had ik een potje van 50.000 XP, dat is echt insane. Nou, let it see us. Ja. 34.068 XP, best wel redelijk natuurlijk. Hier zie je alle medals die we weer hebben gehaald. Dus ik ben tevreden met dit. Laat een blauw duimpje omhoog achter, natuurlijk helpt me enorm. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur precies. Bij weer een video jongens. Doei.